heel terzijde, maar ik zou er toch wel op willen staan, want nog een tweede rechter, misschien specialisatie Belgisch recht, kennis neemt van deze zaken. Ik vandaag met een collega, ik had vanaf een conference call met een collega in medicus uit Zwitserland. Oei oei oei, maar wat is dat hier nu? Er staat hier precies met zoveel voor mijn neus. Het is hier precies een kinkerkot. Ah, maar nu heb ik die veel. Maar ik dacht even gezegd niet dat u het ging halen. Iets met je vrouw aan eieren. Voilà. Maar zet u, alstublieft, zet u. Zeg, die bankjes, hè. Die zijn net zo smal. Helemaal niet te bewegen. Is dat normaal? Het zijn nog pas nieuwe. Ik weet ook niet wie dat geïnstalleerd heeft, ze. Niet al te snugger, als je het mij vraagt. En bovendien, ze zijn zwart. Je kunt er niet eens met notities op maken. Maar dat is niet per se een probleem. Kijk, als je niet de juiste techniek gebruikt, kun je al heel wat doen. Kippa. Maar Mark, wat schrijf je daar? Tiet Palman. Ja. Kunnen wij dat nu ter zake komen? Ja. Wij vragen ons af of in hoofden van de duivel. Uit hoofden van de duivel. In tegenstelling tot het gemeenrecht een vermoeden is van paardentrouw. Wij hebben hier een arrest van het Hof van Beroep dat ons ongelijk heeft. Bekrachtigen of verbreken. Oei, 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 maar wat vraag je mij nu? Maar dat is eigenlijk een verkeerde vraag. Je moet eerst je vraag kwalificeren. In welk land zit de bevoegde rechter? Stel, je hebt een Duitser, een Zweed, een Afghaan, een Irakees, een Iranees, een Bulgaar, een Russe zat als een Zwitser en een Hollander. Maar je hebt er ook altijd een Hollander bij. En die stappen samen een café binnen. Ah nee, dat is iets anders. Wat ga je al beginnen? Collega Jeroen moet bij de feiten blijven. Locus regit actum en het pact wordt opgesteld in België. Dus het Belgische recht is van toepassing. Kijk, ik zal al mijn didactische kwaliteiten aanwenden om dit rechtsdispuut tot een goed einde te brengen. Onder wil van een bordschema. Met bord, alstublieft. Dankjewel. Dit bord is al even stevig, dames en heren, als de rechtspraak van de raad van staat. Goed. De vraag die ons dus eigen is, is of er uit hoofde van de duivel dan wel een vermoeden te goeder trouw is, dan wel een vermoeden te kwaad trouw. Om nu te weten of dat vermoeden te goeder trouw of te kwaad trouw speelt, moeten we weten tot welke categorie van recht de duivel behoort. En zoals we weten zijn er twee categorieën van recht. Er is ten eerste de categorie van het positieve recht en anderzijds de categorie van het gemeen. Positief recht, dat is strafrecht, privaatrecht, verbintenisrecht, geschiedenis van de Belgische politiek enzovoort. Ja, ik zou 27 verdieningen kunnen maken, maar in het kader van deze beperkte cassatierechtspraak zal dat vanzelfsprekend niet doen. Dan is er het gemeenrecht, het is boekhoudrecht, vennootschapsrecht enzovoort. En aangezien de duivel ook gemeen is. Ja, maar collega, dat kunnen we doen, hè? Dat kunnen we doen. Maar we hebben de vorige keer al een tekst geschreven, die we zelf ook niet snapten. Dan gaan we nu een keer aan het rad draaien, hè? We gaan een keer aan het rad draaien. Dat is een
Een goed idee. Breng het rad. Dames en heren, het rad van de fortuin! Het zal wel zijn, en dan gaan we nu ons spelletje spelen, het rad van cassatie. En je moet verbreken of bevestigen. Mag ik een keer voor ons vragen om een keer iemand uit ons publiek te halen? Iemand van de eerste rij. Thank you.
avontuur dat ik meemaak uit hun kleren. Tu m'as fait pas loin. Ik heb dorst. Al die mensen zijn hier gezellig iets gaan drinken in de cafetaria. Nu is het onze beurt, hè. Komt er nog iemand iets? Cachis de Dijon. En doe mij maar de zaken. Dat is een ijsman. Voor mij een smal tip alsjeblieft. Voor mij een Chateau Saint-Petrus uit 1961. Voor mij een Chevy. Droog. Kan je voor mij een bietensapje meebrengen? Het is steeds met wereldwinkel. Ja, maar één van bietensap, dat hebben wij wel niet mee, hoor. Nee, wandel ze wel. Het schrijft Dan of Dalu. Ik zal de lucht zakken. Wat? Kan niet. Ja. Ga je dan beginnen met wat groepsactiviteiten? Oh, kom maar jongens. Het is vooral een teambuilding, hè? En voor zover ik weet, there is no I in teambuilding. Zou dus je een boswandeling kunnen maken? Oh, dat waren jullie, die boswandelingen. Ja. Nog iemand? Ja. Boswandeling? De rest van het, dat was opsteken. De ballen ook. Oh. Zullen wij al gaan, mijn collega? Niemand anders? Nee? We gaan ons uit de rand kunnen nuttigen. Ik moet eens naar het toilet. Ik zal een kikker een handje helpen. Nochtans, voor de wet is homoseksualiteit totaal irrelevant. En wat kunnen we daarmee doen? Kunnen we daarmee naar Delaware? Nee, dit brengt ons naar hetgeen ik het liefste wil. Normaal gezien is dat het punt van Cournot, maar dat heb ik al gevonden. Dus die eikurve leidt ons naar de tafel naar Pilkert, die ons leidt naar de radijs der seksualiteit. En dus zo naar de ladies. Inderdaad, volgt u mij maar. Maar Mark, jij loopt zo raar. Ik zit vast in het spinnenwebtheorema. We hebben hier het economische geven van de rechtenstudenten. Met op haar arm rustend een handtas, veel te klein om cursussen in op te bergen. Op haar hoofd een laag make-up, die zo dik is dat men er ook zo op kan spelen. En in haar handen een Hello Kitty gsm die afschuwelijk lelijk is. En die ze gebruikt om uiterst dringende sms'en op te beantwoorden.
Dit gebeurt echter schaars. Bestemming bereikt. Juffrouw, zou ik kunnen je mogen vragen wat jij dan pas hier doet? Ik ben de bewaker van de tafel der billijkheid. Dus de tafel der billijkheid die wordt bewaakt door een eenvoudige rechtenstudenten. Hallo zeg. Ja, dat gaat dus terug van een keioud Romeinsrecht van een of andere Justinianus die dat gezegd heeft dat de tafel der billijkheid bewaakt moet worden door een vrouwelijke rechtenstudenten voor 1 jaar en 1 dag. En die periode wordt stilzwijgend verlengd voor 30 dagen met de dies ad quo, maar zonder de dies ad quem, of juist omgekeerd. En ik moet hier dus blijven staan totdat ik vooral mijn vakken van het eerste bachelorjaar geslaagd ben. En het is blijkbaar ook nog belangrijk dat die kalenderdagen geen zon- en feestdagen omvatten. En ja, dubbel vakantiegeld krijg ik ook niet. Oh, verdomme, ik moet hier gewoon weg. Ik moet alleen nog wat slagen voor economie en ik wil echt wel naar het schalen van de rechten gaan. Ik kan u daar natuurlijk bij helpen. Ja. Het zou tegen het homo-economicus principe zijn, moest ik er niks voor terugvragen. Maar als u onze tafel in der billijkheid geeft, kan ik wel een oogje dichtknijpen op het examen. Maar jij zit hier klein van economie. Dat ik jullie herkend heb. Ik ben zeker 2 keer naar de les gegaan. Maar het is goed, je mocht dat ding hebben. Ze ligt wel in mijn bonnet. Je mag die tafels der billijkheid dan aan mij geven, hè? Hij heeft toch zijn eikurken vast. Ik hoop dat er nog kaarten zijn van het schaal af. Ik moet het uitvallen. Eva, hoe is gek? Wat is dat hier? Oh, dat, Willy, is een bijzondere soort wet. Wet? Ja, Willy. Wetten komen immers ook in de natuur voor. Dit hier is een lex constitutionis, gezien zijn positie. Wat? Willy, dit is een grondwet. Maar je mag dat laten liggen, want die zijn eigenlijk niets waard. Oh, top! Oh, oh Willy, is het juist? Nee, ik was gewoon even gestruikeld onder een verborgen plek. Hoor het lekker. Nu gaan we uiteindelijk weten wat de definitie is van billijkheid. En de definitie is... De definitie is... Betwist! Maar ze is betwist! Ja, jullie juristen zijn allemaal hetzelfde en staat daar niks anders interessant in. Maar ja, er staat wel de uitdrukkelijke rechtsgrond voor de bezetting ter beide. Die hebben we dan ook eindelijk gevonden. Maar voor de rest, een paar oude Romeinse auteurs, een Papinianus, een Claudius. En ze spreken nog allemaal elkaar tegen. Ja, meer nog, ze spreken zelfs zichzelf tegen. Oei, maar zo'n klein vakje vol proppen met letters. Vet gedrukt, onderstreept, in het rood en tussen haakjes. Maar wie doet dat nu? Dat is bijna even erg als op een donker krijtbord voorbeelden te staan krubbelen in een kattengeschrift dat geen hond kan lezen. Maar collega, ziet jij hier ook voetnoot 308, Justinianus? C. Angelus, potgrond, de basis van al het recht, Constantinopel, 529 na Christus, Akko. Mag ik je opmerken, collega, dat het VN-aken hier langs geen kanten is nageleefd? En bovendien, Christianus Angelus, dat doet er mij aan denken. Christianus Angelus, dat is Latijn voor Christian Engels. Is dat niet die collega van jullie die vorig jaar op emeritaat ging? Hij is meer dan 1500 jaar oud. Hij was dus een tijdgenoot van Justinianus. Justinianus die radijs en seksualiteit kweekte. Ik denk dat deze zaak gekwalificeerd is, hè, mijn vriend. We pakken hem. Inderdaad, ik denk dat de weg naar de radijs nu wel duidelijk is.
typisch juristen om zoiets essentieel in een voetnoot te steken. Ah ja, want hier dat is het Christian Engels jong. Allee, het is te zeggen. Jong. Nee. Ja. Kijk daar. Ja, er hangen al zijn zaken gedrukt. Willy, dat zijn zaken waar nog uitspraken over moeten worden gedaan. Wat? Het zijn hangende zaken, Willy. Zeg, Eva. Ja, Willy? Dat jij nu aan het lezen bent. Van die humpertinte muis of zo. Wat is dat? 50 tinten grijs. Ja. Goh, Willy, dat is eerder een juridisch werkstuk, maar het zal je niet interesseren. Het gaat over zakenrecht. Zakenrecht? Een vrachtgebruik dan of zo? Nee. Eerder blote eigendom. Er komt wel een streepje bloot en wel wat eigendom. Ja, het zal je niet interesseren, Willy. Ja, wie? Alsjeblieft. Wat dank je? Dat is dan 300 euro. Wat blijft? Eva, de nood van Willy van Eekhout. Ja. Van alle takken van het recht vind ik het zakenrecht wel het meest idioot. Eigendom geldt als titel. Wie vindt nu zoiets uit? Niet, niet, niet! Dat is nu de basis van het zakenrecht. Uiterst belangrijk, zeker te kennen. Bezit geldt als titel. Ah, Christian Engels, maar stop maar aan mijn comedie. Wij hebben al lang door dat jij die radijs in je bezit hebt. Geef die radijs maar hier, hè, maar als je een beetje kunt tellen, kun je zien dat wij de meerderheid zijn. Ah ja, 1 plus 1 is 2. Radijs is van mij en van mij alleen. Als jullie haar willen, zullen jullie mee moeten overmeesteren. Ah ja! Nee, daar is ze weer afgeschoten. Oh nee! Al die jaren mijn fiets naar de universiteit heb mij geen duur gedaan. Gent met zijn arretante kasseien en van die vele tramsporen. Appeltjes van de poel. Nee, professor Loon, nee, niet terug. We gaan eens afleveren. Niet doen. Amai, dat ging vlot. Even vlot als een vlottend actief. Zonder die radijs weet ik niet lang meer te leven. Dat kunnen jullie mij toch aandoen. Jawel, jawel, Christian Engels. Je hebt al even lang in de faculteit rondgespoord. 1500 jaar, het is voldoende geweest. Ik geef je nog één kans om mij aan deze terug te zien. Anders zul je er spijt van geven. Mijn wraak zal zoet zijn. Ja, maar ja, wij laten ons niet intimideren, hè, door met legerige oude man. Doe de groeten maar aan Justinianus. Als je hem ziet. Zullen ze me verklaren dat ze mijn radijs gestolen hebben? Als ik ze niet heb, gun ik ze niemand. Al is dat het laatste wat ik doe. Ze zullen nooit op tijd het bos kunnen verlaten. Teambuilding was toch een goed idee van mij. Ja, collega. Ik heb ook echt het gevoel dat onze groep hechter is geworden. Ik denk zelfs, George.
tijd is voor een liedje. Ja. Mag ik? Ja. Mag ik? Doseren aan de rechten van uw tijd. Ik niet echt. Kan ons niet keren, wij beleven een mooie tijd. Mooie, leerrijke proffen, toffe collega's, dat zijn men. Al geven we soms saaie stoffen, menig student leert nog van ons bij. Nooit voelde ik me zo ontspannen als met jullie hier op reis. Volgend jaar zal ik iets plannen, Cyprus, Rome of Parijs. Mooie, leerrijke proffen, toffe collega's, dat zijn wij. Met soms saaie stoffen, in een student, dit komt van ons bij. Collega's, ik zou willen zeggen dat een reden twist het spijt. Ik heel blij ben u te kennen aan de rechten van uw tijd. O, rijke leerrijke proffen, toffe collega's, dat zijn wij. Al geven we soms saaie stoffen, menig student leert toch van ons bij. Ik zou even graag bemerken wat een echte groep wij zijn. Niet altijd gaan om werken, zou hier iemand aan het smoren zijn. Mooie, leerrijke proffen, toffe collega's, dat zijn wij. Al geven we soms saaie stoffen, menig student leert toch van ons bij. De facto zijn wij één familie, op bezit van staatsgrond. Wat dacht je van adoptie, Willy? Maar wat werkt hier zo ongezond? Mooie, leerrijke proffen, toffe collega's, dat zijn wij. Al geven we soms naar je stoffen, meer een student leert toch van ons bij. Wat begint hier nu te roken? Dat is toch heel ambetant. Ik denk dat wij beter gaan lopen, want het bos staat blijkbaar in brand. Wacht, 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 wacht! Je ziet het moment om de helft uit hangen, hè? Je mag het dan niet nog maar kijken. Ja, maar kunnen dan toch de mensen de brand willen? Ik ga terug naar mijn faculteit iets economisch gaan doen. Meneer Stefan Meijer, hè? Meneer Stefan Meijer, hè? Die had seksualiteit. Meneer Stefan Meijer, ja, meneer
is van mij, dat heb ik gedaan.